werken jullie samen eigenlijk? Wij zijn elkaar aan het opzoeken. Oh, ja, laat ik het zo zeggen. Letterlijk dat inderdaad. We hebben, denk ik, als mensen hebben we echt een leuke klik met elkaar. We moeten alleen nog even zien hoe we bijvoorbeeld ons speciaal transport de kraanautootjes in de haven laten aansluiten bij hun scheepjes. Maar daar gaan we wel wat in de tijd. Bigger, Better, Breakbulk is de slogan van het havenbedrijf Rotterdam tijdens de beurs komende mei die naar Rotterdam komt. Een hele grote beurs op het gebied van breakbulk. En we zeggen ook make it happen. Maar make it happen betekent dat je het samen doet met de standhouders en de leden van RPPC. En daarom hebben we vandaag ook weer twee leden van RPPC hier aan tafel, hier in de studio. En die stellen zich nu kort aan je voor. En zeggen ook meteen waarom breakbulk voor hun zo belangrijk is. Goedendag, Oscar Hoijmeijer van de Hoijmeijer Groep uit Vlaardingen. Met container trucking, warehousing en in de breakbulk met Steve Doring in de Koningin Wilhelminahaven in Vlaardingen. En speciaal transport actief in de markt van stukgoed, breakbulk. Net te groot, net te zwaar. Net even anders dan standaard. In transport, containerstuffing en aanverwante zaken. Ja. Hele mond vol. Ja, eigenlijk wel. Familiebedrijf. In 2007 verkocht door de familie, wel van een lokale particuliere eigenaar, dus niet van een investeerder of zoiets. Marco de Groot is onze eigenaar. En een klein MT waarin we gewoon het hele bedrijf trachten te draaien. Ja, dat lukt volgens mij. Ja, dat lukt best goed de laatste jaren. Ja. Kijk. Erik van der Ende, sales manager bij Hebel Maritime Service. Veelzijdige maritieme dienstverlener. Wij beschikken over drijvende bokken, alle soorten en maten, kraanschepen waarmee wij breakbulken hijsen. Beschikken over duwboten, sleepboten, pontons voor het transport van breakbulken, goederen. Ja. Dus een veelzijdige maritieme dienstverlener. Ja. Werken jullie samen eigenlijk? Wij zijn elkaar aan het opzoeken. Oh, ja, laat ik het zo zeggen. Ja. Letterlijk dat inderdaad. We hebben, denk ik, als mensen hebben we echt een leuke klik met elkaar. We moeten alleen nog even zien hoe we bijvoorbeeld ons speciaal transport de kraanautootjes in de haven laten aansluiten bij hun scheepjes. Maar daar gaan we wel wat in doen. Ja. Nou, daar heeft de RPPC, de Rotterdam Port Promotion Council, die heeft daar aan bijgedragen. Ja. We zijn beide lid van het netwerkclub. Daar hebben we elkaar eerst ontmoet. Een aantal keer nu bij elkaar op de koffie geweest, besproken wat we met elkaar kunnen doen. Ja. En daar zien we zeker mogelijkheden. Vanmorgen een lift gekregen van Erik. Oh, ook dat. Ja. Heel goed. Ja. Ik had een lekker band, ik moest met een taxi. Nee, goed. Hey, wat is breakbulk? Want die dingen die je achter je ziet, dat is tegenwoordig ook breakbulk, maar dat bestond 40 jaar geleden nog niet. Ja. Wat is breakbulk? Ja, breakbulk, dat is heel divers. Hè. Alles wat, ik zeg in principe, alles wat niet in containers past en opgeslagen wordt, kan je definiëren als breakbulk. Ja. Breakbulk varieert van auto's tot projectladingen. We zien wij met Hebel Maritime Service, waarbij we ook actief zijn in de infrastructuur. Daar zien we heel veel projectlading. Nou, dan moet je denken aan sluisdeuren, bruggen. En verder eigenlijk alles wat hier de haven binnenkomt varen. Ja. Ik denk als we in onze eigen omgeving zouden kijken, ons huis en daaromheen. Ja, dan denk ik ook al dat je enorm veel aantreft wat als breakbulk hier Rotterdam is binnengekomen. Absoluut. Ja. Maar je had het net over containers. En je zag de afgelopen jaren, toen de containers heel goedkoop waren, dat er wat breakbulk was, ineens een container werd gepleurd. Ja. En nu komt het er weer uit. Ten dele. Ja. Wij zien de volume flatrack en containers en open topstuffingen bij ons nog steeds elk jaar groeien. Ja. En bij ons begint het wat kleiner met de breakbulk. Wij zeggen altijd wat er nog door de deuropening past, mag je wat ons betreft in een box verschepen. Ja. Vraag alleen even aan de overkant of ze het er ook uit krijgen als we er 24 ton één stuk in stoppen. Ja. Maar dat lukt. Eruit ook trouwens. dat betekent dat waar wij 20 jaar geleden als stuwadoortje ook nog heel veel cellulose en big bags en dat soort dingen zagen. Is het echt de zware platen, de lange balken geworden die nog op shortsie overgeslagen worden. En voor de rest is er inderdaad heel veel in die container gegaan. Ja. Andersom zien we het er ook weer uitkomen op dit moment. Vanwege de hoge prijs. Vanwege die hoge vrachtprijs. Big bags uit Verre Oosten die kwamen natuurlijk ook allemaal in containers tegenwoordig. Maar je ziet dat ze nu toch weer op een bulk carrier op de bovenste laag staan. En dan weer geflat worden naar de kleine haventjes in het Rotterdamse. Waardoor dat wij ze weer overslaan op auto of in een van onze gevallen direct bij de buurman met F-truck voor de deur brengen. Ja.
Is er ook breakbulk niet projectmatig? Ja, natuurlijk, staal, rolstaal. Maar jullie zitten vooral in dat projectmatig? Of? Beide bij ons, denk ik. Ja, wat is een project? Iets wat een begin en een eind heeft over het algemeen. Ja, maar dat geldt voor alles in het leven. Dat geldt voor alles in het leven. Maar als je nou, staal wat de moezel afkomt, meestal platen die bij ons worden overgeladen, ja, dat doen we al jaren. En het waren platen om buizen voor gastransport van te maken. En nu zijn het buizen om platen om monopiles van te maken. Ja. En dat gaat per order van, verzin het, 50.000 ton, 80.000 ton, ja, die in maanden worden verscheept. Daarnaast, en als je naar onze containerstuffing kijkt, dan is ja, een pallet van 3 meter lang vinden loodsen vaak al lastig. Zeker als ze dan ook nog 3 ton plus wegen. En voor ons is dat op zo'n plat Rotterdams gezegd kakken zonder douwen. En zitten die zo in een container en zetten we dat netjes vast en brengen we dat op terminal. Ja. Dus ja, de eens een uitdaging onze oplossing, bij wijze van spreken. Wat was 2021 van een jaar? Zo. Ja, wel een heel bijzonder jaar. Natuurlijk, zeker toen, het begin van 2021, de onzekerheid, wat gaat het jaar ons brengen. Terugkijkend op 2021 mogen wij zeggen dat we gewoon een heel mooi jaar gehad hebben. We zijn wel actief, merk je dan, in een branche die op dit moment lijkt nog niet heel gevoelig voor de COVID-pandemie. Ja. Ik zie dat onze activiteiten gewoon goed doorgaan, projecten blijven doorgaan. En daardoor ook onze activiteiten. Dus we hebben daar weinig hinder van ondervonden tot op heden. Ja. En jullie hebben een wat breder portfolio, denk ik zomaar. Dus ja, en net even natuurlijk andere klantenkringen en andere, daardoor andere soorten lading. Toen COVID, andersom hebben wij, denk de export, Europese exportstroom die bij ons doorgaat, is groter dan de importstroom. En we hebben heel erg gemerkt dat je daarmee naeilt op gevolgen van COVID. En daarmee hebben we, toen dat in maart 20 begon, merkten we eerst eigenlijk niks. Tot het toch ineens een soort van op was. Nou, dat heeft een week geduurd en daarnaast weer begonnen. En ik zeg net in de auto tegen Erik, de eindspurt naar de kerst toe, die is in juli begonnen, gelijk na de zomervakantie. En dat is inderdaad tot de 23e heeft het vastgehouden. Maar dat is ook het mooie. Hè? Ik zie ook, als ik ook om ons heen kijk, zien we gelukkig ook dat de Rotterdamse haven niet stilstaat. Ook niet qua investeringen en dergelijke. Je ziet dat het gewoon goed door blijft gaan. Ja. Ik zie dat bij ons eigen bedrijf, bij Hebo Maritime Service, dat we weer geïnvesteerd hebben in nieuw materieel. Nou, je ziet op de ontwikkeling Greenport, daar zie je gewoon volledig allerlei mooie nieuwe dingen ontstaan. Uitbreiden, goede investeringen. En dat is wel goed dat de Rotterdamse haven wel doorgaat. Ja. En mag je dan zeggen, Rotterdam is de breakbulkhaven? Of moet het dat nog worden? Nou, ik vind Rotterdam wel de breakbulkhaven. Ja, dat mag ik wel zeggen. Ik denk als je kijkt naar het rapport wat onlangs is uitgebracht door DNV. Port Leading Cities, die rapportage. Ja, precies, ja. En daarbij zie je dat Rotterdam toch weer de hoofdstad, de maritieme hoofdstad van Europa is. En wereldwijd alleen Singapore voor laat gaan. Nou, dat geeft wel aan, we worden wel nauw gevolgd door Londen en Oslo. Maar op zich is Rotterdam, blijft toch wel de belangrijkste stad daarin. Ja. Samenwerking, we hadden het net kort, jullie zitten samen in de auto. Hoe belangrijk is samenwerking in dit segment, of überhaupt? Je hebt elkaar, zeker in de keten, heb je elkaar heel hard nodig om de klus voor elkaar te krijgen. Waar wij containers vullen in Vlaardingen, in de Koningin Wilhelminahaven, hebben we zeker voor de overmaten, hebben we de barge connecties met de terminals nodig om op de Maasvlakte te komen, om op tijd bij de diepzee aan te leveren. Voor transport uit het achterland vandaan naar ons toe. Een deeltje wordt aangebracht, maar we mogen ook heel veel ophalen tot in Zwitserland bij onze cliënteel. En daar heb je ook je goede partners voor nodig. Voor een deel rij je dat natuurlijk met je eigen vloot, maar de uitzonderingen, de specialismen, nog groter, nog hoger, heb je toch je partners voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Dus ja, heel belangrijk inderdaad. En app EPC versterkt dat netwerk en zorgt echt dat je... Als je natuurlijk actief op de bijeenkomsten komt, dat hoort er dan wel bij. En dat je elkaar beter leert kennen en dat er ook dingen gebeuren. Ja.
Ja. Ja, die samenwerking is enorm belangrijk. Je ziet ook dat wij in ons vak heel snel moeten schakelen. Dat we de aanvragen binnenkomen die eigenlijk gisteren al behandeld hadden moeten worden. Het schip onderweg is en er heel snel gereageerd moet worden. Dan is het niet alleen, zoals jij, Oscar, die geeft al aan van hoe de partners waar je mee samenwerkt. Maar het is niet alleen de mensen waar je directe orders aan geeft of van ontvangt. Maar ook een stukje kennis delen met elkaar. Ja. En dan zie je dat, dat Rotterdam, we weten elkaar te vinden. We hebben korte lijntjes met elkaar. Elkaar weten te vinden. Van hoe zou jij het oplossen? Je ziet dat we daar dat heel veel oplevert met elkaar. En ook vaak heel open. Hè? Van joh, Erik schetst een probleem. En in plaats van dat ik er zelf tussen ga zitten. Joh, bel die eens of probeer daar eens een oplossing te krijgen. En als je elkaar helpt, dan komt er ook uiteindelijk vanzelf wel weer wat terug. En dat geldt niet alleen met het bedrijf. Ik vind dat we daar ook een goede partner van met de Port of Rotterdam in hebben. Ik denk met het havenbedrijf, daar heb je tenminste wij als Hebo zijnde, hebben daar een aantal contactpersonen. Hebben we vragen of willen we eens ideeën delen, dan staat het havenbedrijf er ook altijd goed voor open. Dus die wisselwerking is en zo maken we elkaar een stuk sterker. Ja. Hey, wat gaan jullie doen tijdens de beurs? Behalve rondlopen, maar hoe ga je je presenteren? Nou ja, we hebben een preview gehad in de Ahoy-hal met elkaar. Daar hebben we onze stand mogen aanschouwen. Nou, dat zag er al ontzettend mooi uit. Ik denk dat we in een hal een waanzinnige eyecatcher hebben als Breakbulk Rotterdam Community. Dus daar kijken we enorm naar uit. Dus ik denk dat we de exposure sowieso hebben. Ja, en uiteraard willen wij ook onze diensten tonen aan de bezoekers. Is het netwerk of zaken doen? Veelal netwerken. Het is, ik denk, rechtstreeks zaken doen op een beurs, dat gebeurt niet vaak. Nee. Dan is het, er worden ook contracten getekend, maar die zijn voorbereid de weken. Het is meer een afspraak maken voor eens een bakje koffie en naderhand de zakelijke gesprekken. Inderdaad, wij hebben ook een zuil op de Port of Rotterdam stand. Wij hebben niet heel veel beurservaring. We hebben heel veel breakbulkbeurzen bezocht afgelopen 15 jaar in Antwerpen en in Bremen. Ik ben heel gaaf en heel blij dat hij in Rotterdam komt. En ik heb ook gelijk geroepen van daar moeten we bij zijn. En we moeten zorgen dat we ons daar laten zien. Dus dat is gelukt. En we gaan daar inderdaad netwerken. Oude relaties zien, nieuwe relaties zien en vinden. En gewoon maar eens met een open mind erin. En zorgen dat we visitekaartjes sparen. Ja. Hey, zo anders. We houden een beetje de focus ook op de arbeidsmarkt. Hoe zien jullie dat? Kom je dan gewoon mensen of... Zorg je vooral dat mensen die je hebt niet weggaan? Beide. Ja. Natuurlijk heel belangrijk om te zorgen dat je houdt wat je hebt. We zien wel dat het moeilijker, lastiger is om aanvullingen te krijgen. Dat er ook wel aan mensen wordt getrokken, toch ook wel met geld. Of juist uit een hele andere branche. Ja. Wij zitten nog redelijk in het binnenstedelijk gebied in Vlaardingen, waardoor dat we nog een heleboel mensen om ons heen hebben die toch wel graag wat dichter bij huis willen werken. Ja, maar de chauffeurs is, dat is ook weer net gelukt eigenlijk allemaal. Dus er is maar je zegt wel net gelukt, dus het is wel een... Nou ja, de laatste is net ingevuld en deze jongen ging 1 december weg. Dus begin, 1 februari begint nieuwe collega. In containertransport zijn we rond met de vacatures op dit moment. Ja. En ook weer wat gegroeid. Dus dat, denk ook goed bekend staan, goed om je heen werven. Je leuk presenteren en het dan ook doen, dat werkt toch wel. En de professionals die jij nodig hebt? Ja, nee, wij hebben ook een aantal vacatures openstaan. Ja. Ook op zoek naar mensen, uiteraard. We zijn aan het uitbreiden, dus hebben we ook weer meer mensen nodig. Maar ook bij ons technisch personeel is gewoon lastig op dit moment te vinden. Ik denk dat iedereen daarmee te kampen heeft. Het voordeel wat wij hebben is dat zeker als je onze LinkedIn-plaatjes en dergelijke bekijkt, is met onze mooie grote bokken en projecten is heel aansprekend. En dat spreekt mensen aan, waardoor er toch regelmatig mensen voor ons kiezen. Maar het blijft lastig inderdaad. We eindigen altijd met jij vraagt iets van hem en hij iets aan jou, maar wel gerelateerd aan Breakbulk. Ja. Dus stel zo'n vraag. Zo, dat is een goeie. Dat wordt uitgeknipt hoor, wat je nou doet. Erik, ik zie bij Hebo mooie ontwikkelingen, maar ook bijvoorbeeld met zo'n Greenport. Wat zijn je verwachtingen daar? Hoe wil je daarmee verder? We zien op Greenport, dat is een terrein waar gefaciliteerd wordt voor diverse soorten klanten. Dat gaat van jachten tot breakbulk en allerlei projecten. Dus je ziet dat er heel veel behoefte is aan bouwruimte.
assemblageterrein, hallen. Daarvoor weer natuurlijk mensen die ook het project moeten begeleiden. Dus je hebt kantoorruimte nodig, sanitaire ruimtes. Dus dat wordt goed gefaciliteerd. En de spin-off die wij daarvan hebben als HEBO zijnde met ons materieel is uiteraard het transport en het hijsen. Ja. Dus je ziet dat enorm toenemen. Gelukkig liggen alle stijgers liggen bijna constant vol. Dus we hopen dat dat zo doorgaat. Dat we gaan naar de site van RPPC en wij spraken Subtech. Ja. Die zitten bij jullie. Ja. Subtech is inderdaad, die zit inderdaad op Greenport. Ja. En nul lid van RPPC. Ja. Waar ik wel benieuwd naar ben, Oscar, jullie zijn ook bezig met een nieuwe vestiging op de Maasvlakte. Buiten jullie bestaande locaties. Wat zijn jullie allemaal van plan met die uitbreiding? Met die uitbreiding? Nou, dat wordt natuurlijk een hele nieuwe, moderne loods. Heel kort aan de terminals met korte reistijden. Ook de interne baan straks loopt letterlijk bij ons door de achtertuin. Of we daar een aansluiting op krijgen en of we daar iets mee kunnen, dat valt nog even te bezien. Maar naast dat we daar een modern hoogbouwmagazijn komen, we krijgen 15.000 vierkante meter, 18 docks, voorbereid op ADR-opslag. Daar hebben we, denken we op dit moment, genoeg van op onze andere locatie, maar we kunnen daar in ieder geval op schakelen. En we krijgen daar een behoorlijk buitenterrein waar we onze containertransportafdeling gaan vestigen. Dat heeft dan even niks met breakbulk te maken, maar daar krijgen we ook een reachstacker en kunnen we dus het transport naar of uit het achterland en het moment van naar de terminal gaan, kunnen we daar loskoppelen van elkaar. En uiteraard onze eigen loods bedienen met containers, waardoor dat we denken dat we daar een efficiëntieslag in kunnen maken. En zo zie je maar een exchange route toch een keertje genoemd in deze interviews. Maar terug naar Breakbulk, ik wens jullie een hele mooie beurs. Dankjewel. Hartelijk dank. Dankjewel.